Het Outbreak Management Team is tevreden met de huidige resultaten nadat een week terug de COVID-19 maatregelen zijn aangescherpt. Suriname heeft te maken met een tweede golf van COVID-19 besmettingen, waarbij een snelle toename van het aantal positief geteste personen is te bespeuren. Er zijn bij de maandag, dus gisteren gehouden persconferentie, geen stringentere maatregelen aangekondigd richting de jaarwisseling, maar het Outbreak Management Team houdt volgens minister Amer Ramadien de vinger aan de pols. Er is nog steeds een stijging. We zien gevallen elke dag. Maar we zien wel op een hele voorzichtige wijze, mag ik zeggen, dat wij wel content zijn, tevreden zijn met de wijze hoe de stijging nu plaatsvindt. En mag ik zeggen dat wij zelfs de R, dus het reproductiegetal, zien dalen. Hetgeen betekent dat onze maatregelen, zoals aangekondigd bij de laatste persconferentie, op deze wijze zullen worden voortgezet. Vooralsnog blijft het uitgaansverbod gelden vanaf 7 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Het samenscholingsverbod van meer dan 5 personen is tot en met 2 januari 2021 van kracht, terwijl nu alleen winkelzaken en bedrijven voor essentiële dienstverlening open zijn. Het bedrijfsleven heeft aangegeven te zullen meewerken aan de richtlijnen die zijn vastgesteld. Dit ondanks het feit dat zij in deze periode van het jaar zwaar wordt getroffen door de maatregelen. Het bedrijfsleven ziet graag dat de essentiële dienstverlening beter wordt geformuleerd. Wat belangrijker gaat worden de komende dagen, wat het criterium gaat worden, is hoe kunnen bedrijven, en daar moet het bedrijfsleven zelf ook een eigen verantwoordelijkheid innemen, hoe kunnen we als bedrijfsleven de crowd die eventueel bij ons binnenkomt, hoe kunnen we dat managen? En ik denk dat, dat gevoel heb ik in de gesprekken die we hebben gevoerd de afgelopen dagen, dat er wel een welwillend, luisterend oor is van de overheid. En wij moeten als bedrijfsleven komen ook met die voorstellen. Minister Ramadien gaf aan dat er woensdag, morgen dus, wederom een evaluatie volgt over de stand van zaken. Mogelijk zullen er dan weer andere maatregelen volgen. Ik mag u aangeven dat wij aanstaande woensdag binnen een clusterteam van ministers samen met het bedrijfsleven een nog diepgaandere analyse maken van de COVID-situatie. En op basis van die analyse met de presentatie ook weer zullen komen met berichtgeving rondom, zoals meneer Soma aangegeven heeft, dat we willen switchen van de essentiële en niet-essentiële handelszaken naar eigenlijk het openstellen van handelszaken of het openstellen van de handel waar de kans op samenkomsten en daarmee dus de kans op het verspreiden van het virus klein is. Voor de regering is het belangrijk dat de COVID-19-situatie in Suriname onder controle wordt gehouden. President Chandrika Persat Santokhi legde daar ook de nadruk op. Voor hem is het waarborgen van de volksgezondheid belangrijk. Vanaf eergisteren en gisteren krijgen we alleen maar druk. Ja, hoe moeten we onze alcohol verkopen? Hoe moeten we onze slijterijen open? En hoe laat en wanneer mogen we onze vuurwerk verkopen? Die dingen krijgen we als regering. En ik zit met COVID. Dat ik mijn samenleving moet beschermen. Dat ik zoveel mogelijk mensen uit elkaar haal. Dat ze niet bij elkaar gaan komen. Winkels zijn dicht. Maar de straten zijn vol. Winkels die nu weten dat ze niet open moeten zijn, zijn open. Alleen om commercie. Alleen om een stukje geld. Is dat het leven? Is dat wat we willen? Laten we alles doen om dit land te beschermen. Laten we alles doen om het volk te beschermen. Na intensief overleg met verschillende belanghebbenden is toestemming verleend aan vuurwerkwinkels en slijterijen om te verkopen aan het publiek met inachtneming van de COVID-19-regels. We willen sowieso dat personen kunnen genieten van vuurwerk. Als we niet zouden willen hebben dat en er een risico aan verbonden was, hadden we ook het afschieten van vuurwerk kunnen verbieden. En daarmee was ook dus de verkoop stopgezet. Maar we hebben dat niet gedaan. We willen ook meewerken aan een stukje sfeer voor oudjaar, ondanks alle COVID.
En we hebben aangegeven dat de vuurwerkverkoop wel kan plaatsvinden onder strikte condities.